Ik schrok van de titel Verhelst ikzelf. Ik heb daar lang over nagedacht. En het is eigenlijk een uitbreiding van wat normaal van mij gezien wordt, ofwel in boekjes. In boekjes, boeken en op theater. En in die zin is dus een beetje een ironische titel, hoop ik. Over een soort gezamenlijk, of althans het universumpje van P. Verhelst. Ja, zoiets. Dat, in die zin vind ik hem wel grappig. Ja. Ik ben niet een beeldend kunstenaar. Er zijn mensen die beeldend kunstenaar zijn die helpen. Met wie ik samen dingen maak. Ik bedoel, Johan Taon is bijvoorbeeld al een heel lange vriend van mij. Meer dan 15 jaar. En heel vaak zitten wij daarover te praten. En soms zeg ik iets en zie ik hem kijken naar mij. Oké, ga ik je proberen. En dan maken wij samen iets. Maar dat betekent dat het 100% Taon is natuurlijk. Want hij is de beeldend kunstenaar. Het zou even vreemd zijn mocht Johan Taon een gedicht schrijven. Dat kan niet. Ik bedoel, iedereen heeft zijn job. Maar het is natuurlijk een soort gezamenlijke droom die je maakt. Hetzelfde met wat Maud Beekaert, mijn madame, doet. Tuurlijk praten wij daar heel vaak over. Dat is het voordeel van samen het leven. En dat je samen zoekt naar dingen. Dat je samen dingen ziet die je mooi vindt. Dat je samen een soort gedeelde droom hebt. En zij heeft de hand. Ze is mijn vaardige rechterhand. En zo kun je, ja, ik bedoel, dat is ideaal. Omdat je op die manier eigenlijk samen denkt over het maken van ruimtes. De eerste installatie bestaat bijvoorbeeld uit een aantal hangende stenen, grote hangende stenen, fossiele stenen. En je kunt daar wenskaartjes invullen, je kunt die verbranden en de stenen beginnen te wenen. Het is zeer mooi om eraan deel te nemen, het is even mooi om te kijken. Een tweede installatie bestaat uit bergjes, een berglandschap, waarvan ik hoop dat het op een dag begint te zweven. En het doet de hele tijd pogingen om te zweven. Een vrouw giet de hele tijd een soort kaarsvet, een soort was, vloeibare was, over het landschap. Mensen die erbij komen worden uitgenodigd om hetzelfde te doen. Wat ook heel mooi is van op afstand weer. En af en toe ligt het hele landschap of alsof het even de lucht ingaat. Een derde installatie is een groot monument. Waarop aan de voorkant het woord nooit staat. Aan de achterkant staat er een zin die de hele tijd wordt herhaald. Het mooie is dat de installatie af en toe bemand wordt door een iets jongere vrouw, mijn vrouw, die af en toe een woord hakt uit leisteen. Alsof het een enorm monument is, als een ode aan het verlangen. En de vierde installatie bestaat uit een gigantisch beeld van Johan Taon, die bekend is voor zijn grote witte gipsen beelden. En het speciale aan dat beeld is dat het ten eerste in het water staat en ten tweede dat het kan bewegen. Het buigt zich naar u toe om mateloos voor u te huilen en een soort levensles, een soort geluksles, u in de oren te fluisteren, waarna het zich opnieuw terugtrekt in het donker. Dat zijn de vier installaties apart. Maar je kunt ze van alle hoeken bekijken, waardoor ze eigenlijk één groot geheel vormen als een soort rare meditatieve ruimte waarin je terechtkomt en op kunt gaan in die hele stille geluiden van een beeld dat beweegt, iemand die hakt, mensen die langzaam voorbij komen als een soort schimmetjes. En waardoor je zelf onderdeel wordt van het theater en tegelijkertijd toeschouwer. Maar anderzijds vind ik het wel belangrijk om bijvoorbeeld iets als ikzelf te hebben, omdat dat voor mij echt een mogelijkheid is van theater, waar ik nog veel verder in wil nadenken. Ook op los van het theater, ik bedoel buiten het theater, in een soort openbare ruimte. We hebben dat trouwens geprobeerd in Brugge, dat viel zeer goed mee. Echt, zowel qua bezoekersaantal, er zijn echt duizenden mensen naartoe gekomen die nooit eerder met beeldende kunst zijn geconfronteerd, of nauwelijks. Of nooit hadden gedacht dat ze uit eigen beweging zonder een geweerloop op hun slaap zo'n ruimte zouden binnenkomen. Maar dat werkte op de een of andere manier heel goed. Heel veel mensen in Brugge kwamen je achteraf ook daar iets over zeggen.
Dus dat is wel een droom om daarin verder te gaan. Dat bepaalt soort dingen, dat we samen denken met kunstenaars. Oké, wat zou die functie kunnen zijn in een openbare ruimte? Los van de drempel van theater en los van de context ook van theater. En tegelijkertijd zuiver theater, voor mij zoiets. Dus ja, ik wil er absoluut verder over nadenken.